GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college over de groeiende groep werkende armen in Arnhem. Wie zijn deze werkende armen? En is het toeval dat dit samenvalt met de opkomst van de gele hesjes? We denken altijd dat mensen die arm zijn, dat ze een uitkering hebben en op die manier niet rond kunnen komen. Maar er zijn ook ontzettend veel mensen die een werk hebben, maar aan het einde van de maand eigenlijk niet genoeg geld hebben om rond te komen. Sterker nog, zelfs op de helft van de maand al niet meer rond kunnen komen. Mm-hmm. En dat heeft vaak te maken ook met schulden die zij hebben of te weinig inkomsten om eigenlijk hun vaste lasten te betalen. Maar waar ligt die grens dan? Want ja, te weinig inkomsten voor je vaste lasten, dat kan ook zeggen, vaste lasten dan maar omlaag. Of werkt dat niet zo simpel? Nee, ik denk niet dat dat zo simpel werkt. Dat is een heel diverse groep waar we het eigenlijk over hebben. We hebben mensen die zzp'er zijn. Er zijn ook natuurlijk zzp'ers die voldoende verdienen. Maar er is ook een grote groep die kwetsbaar is voor inkomensverlies. Mm-hmm. En dat heeft met name te maken wanneer er sprake is van ziekte of sprake is van een scheiding. Mm-hmm. Dan komen mensen in de knel met hun vaste lasten. We kijken natuurlijk wel naar wat kun je nou eigenlijk besteden. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook niet zo dat als je niet uitkomt dat je dan maar aanspraak kan doen op allerlei regelingen. Maar het is wel belangrijk om te blijven kijken naar de specifieke situaties van mensen. Mm-hmm. En als we ons blijven houden aan een vaste stramine, dan kunnen we daar ook niet maatwerk in bieden voor Arnhemmers die het eigenlijk wel nodig hebben. U krijgt straks een antwoord van de wethouder. Ze misschien zijn 10 of 15.000 Arnhemmers, noem maar even wat. Als u die groep dan straks in beeld heeft, wat zou u willen doen voor die groep? Nou, ik denk dat het uitgangspunt maatwerk moet zijn. Dat we goed moeten kijken naar waar kunnen we deze mensen het beste bij helpen. Ik vind het ook nog lastig om te zeggen wat kunnen we op dit moment doen. Omdat we zelf ook nog niet weten binnen Arnhem wie deze mensen zijn. Wat de oorzaken van deze problemen zijn. En waar wij ze mee kunnen helpen. Ja, is het ook toeval dat u nou juist net in deze tijd het onderwerp ook aansnijdt? Ik noem gele hesjes, maar ja, dat gaat natuurlijk juist wel over mensen zeggen van ik kom niet rond aan het einde van de maand. Ik denk dat als je naar de mensen met de gele hesjes kijkt, is wat zij roepen ook dat ze zich niet gehoord voelen. Ik denk dat we daar ook op moeten inzetten. Dat we goed moeten luisteren wat de problematiek is. Mm-hmm. Dat we niet van hogere hand iets gaan bedenken wat eigenlijk niet aansluit bij mensen. En dat dat het uitgangspunt moet zijn. U noemt maatwerk en dat klinkt natuurlijk ook mooi. Maar u heeft nog geen specifieke maatregelen inderdaad in gedachten. Zeg van nou, zus of zo kan ik er toch voor zorgen dat mensen hun besteedbaar inkomen wat beter wordt. Nee, ik denk dat we echt moeten uitgaan van die persoonlijke situatie. En als we dan toch aansluiten op de gele hesjes, dat we ook goed in gesprek moeten gaan met de mensen die deze problematiek moeten ervaren. Welke problemen zij hebben en met hen ook in gesprek te gaan. Want als we op landelijk niveau het ook een verborgen armoede noemen en wij spreken ook en in de media ook spreken van verborgen armoede, dan weten we ook niet zo goed wie dat zijn en welke problematiek het is. Naar aanleiding van de antwoorden van het college zal GroenLinks met voorstellen gaan komen.